klaar. Ja, nou, er stond nog een goeie. Helemaal vers. En gooi hem in de boom. Een mooi ding. Mooi vis. Hoppa. Hang. Goedemorgen roofmeisjes, mijn naam is Joost Spraakman. Ik sta hier vandaag met Sesh Zonneveld. We gaan actief totaas vissen. Let's go! Nou, we zijn vandaag in de polder, Krimpenerwaard. Misschien wel bekend water voor velen. We gaan totaasen. Kortstekjes afvissen in de polder. En ja, hopen een beetje aantallen vandaag te maken. En gaan ons best doen. Nou, de eerste hengel die heb ik zojuist ingegooid. De tweede gaat nu ook liggen. Vis met een Fox Barrier 3 meter. Ik heb er een koolblijtje aan van een centimeter of 15. Het is een mooi ondiep slootje. We hebben al snoek zien jagen. Dus vertrouwen is er. De tweede hengel gaat erin. Nou, Serge, de hengels liggen in. We vissen met 4 hengels. We zijn actief aan het vissen. Waarom actief en niet statisch? Ja, actief. De polder is ondiep. Het is hier vrij helder. Dus als de snoek ligt, dan, ja, dan zie je ze vaak snel genoeg. Ja. Je ziet ze ook vaak jagen hier. En het is een beetje zoeken. Als je ze gevonden hebt, kan je er echt veel vangen. Dus als je een kwartiertje, 20 minuten op een plek ligt en je hebt geen beet, kun je eigenlijk al verkassen. Ja, ja. En dat verkassen, ga je dan denken aan honderden meters? Of is het echt een stukje opgaan van 20 meter en daardoor? Ja, ik zoek een beetje de hotspots op. De bruggetjes, okay. De vernauwingen, splitsingen. Ook de witvis. Want ja, we zagen hier natuurlijk ook heel veel witvis springen al. Ja, dus zeker. Ja, daar moet de snoek liggen. Alleen ja, gaan ze aan of gaan ze niet aan? Ze hebben van die momenten dat ze azen, dan zien ze ineens allemaal jagen. En op het moment dat er helemaal niks gebeurt, zoals nu eigenlijk. Ja, we kijken nog een kwartiertje aan en dan gaan we weer een plekje verder. Helemaal goed. Ja. Nou, ik heb beet, gooi hem net in. Dobber is weg. Laat hem even lopen. Hangen. Ah, lekker. Goed bezig. Nou, ik gooi hem. Mooi, netjes. Lekker, Serge. Mooie vis. Hey. Hoppa. Gooi hem lekker daar in het hoekje. Ik gooi hem net in het hoekje. Serge zei al, je moet misschien even de loot op gaan zoeken. Nou, ik gooi hem in. Hij ligt, ik denk 2-3 seconden. En ik hoor plop, dobber weg. Lekker, laat hem eventjes lopen. En de eerste is een feit. Dus goed begin. Nou, de eerste vis is een feit. Mooie, prachtige, tachtige vis. Buik die nog mooi lekker rond van al dat aasvis wat hier rondzwemt. Serge die gaf aan van, gooi hem anders even in de luwte. Nou, het was een paar seconden en het was raak. Nou, we hebben even aan te zien wat mijn montage is. Eigenlijk heel simpel. Ik heb een 15 grams dobbertje. Het is echt meer dan zat in een polder. Een stuitje, een kraaltje. Dan heb ik een 15 grams schuiflootje. Nog een stoppertje voor de knoop. En dan heb ik een fluorocarbon onderlijn. 80/100ste. Echt dikker kan ook, maar ik vind het wat makkelijker knopen. En de polder is het echt prima. Controleer hem altijd even na een snoek. Ja, ik knoop het al, zoals ik eerder zei. Een halve bloedknoop. Dus ik gebruik geen sleeves. Ja, sleeves kunnen gewoon kapot gaan, breken. En die knoop die gaat gewoon, die is onverwoestbaar. Je kan er heel hard aan trekken, gaat hij nog vaster zitten. Dus dat heeft mijn voorkeur. Ik vis met een drechtje maatje 4. Groter is echt niet nodig. Ik zie mensen met de drechtje 1, 2, maar de polder is 4 echt zat. Ja, qua aasvis gebruik ik het liefst voor ons in de polder. Ook een horsmakril. Ja, dit is een beetje het maatje wat ik het liefst gebruik. Niet veel groter. Voordeel van een kleinere aasvis is gewoon dat je aan een aanbeet direct kan slaan. Hij zit veelal gelijk in de bek. Dus kans op los is ook minder. Hoe bevestig ik hem? Ja, ik gebruik de vorens van Prebaits. Die komen uit de zak en die zijn eigenlijk al zo hard gevacumeerd dat de zwemblaas veelal kapot is. Dus je kan hem eigenlijk gelijk bevroren naar haak doen. De meeste mensen doen hem door de rugvin heen. Maar ik doe hem altijd net boven de rugvin, want die vis een beetje naar beneden hangt. En op de een of andere manier ja, krijg ik meer aanbeet als die vis gewoon iets naar beneden hangt. Vissen, vooral vorens, vooral in deze tijd van het jaar, het is koud. Ligt toch wat dichter bij de bodem.
En ik merk dat als ik hem zo hang, ja, het waait een beetje hard. Maar als hij een beetje naar beneden hangt, dat je gewoon meer aanbeten krijgt. In plaats dat hij helemaal recht hangt. Dus ja, dat is mijn manier van vissen. Ja, Bo, daar, dat hoekje. In de luwte, daar hak ik hem de vorige keer. Nou, ik heb het weer even met rust gelaten. Nieuw vorentje eraan. Helemaal vers. En gooi hem in de boom. Dat mag er niet op, hoor. Nee. Nou, hij zit ook maar aan... Oh nee, hij zit er echt omheen. Ah, die draad is dik genoeg, dus dat zou je moeten kunnen lostrekken. Oh nee, wacht. Ik dacht even, ik zie een kringetje van een witvis dat mijn dobbel onderplopte. Hij lag volgens mij echt net een stuk achter die... kan de wind zijn, maar... Nou, de dobbers liggen inmiddels een tijdje. Ja, het is wachten op een tweede vis. Ik heb de dobber met zo'n waaitje erop. Die laat ik even lekker meedriften op de wind. Want het waait aardig hard. Windkracht 5 ongeveer hebben ze voorspeld vandaag. En die andere is wat meer statisch. Dus die blijft mooi op de plek liggen. En wat ik zei, het is wachten op een tweede vis. Ja, waar kijk ik naar als ik stekker ga zoeken hier in de Krimpende Waard? Er zit natuurlijk heel veel water. Het is echt wel lastig om te zoeken waar moet ik zijn. De ene keer zitten ze hier, de andere keer zitten ze 100 meter verderop of een kilometer verderop. Dus het is ook gewoon vaak tijd investeren. Elke week even kijken waar zit de witvis en ook veel uren maken. En als je op een gegeven moment weet waar die snoek zit en welke tijd van het jaar, dan kan je een patroon ontdekken. En dan kan je een beetje zien waar ze zitten en dan kan je ze makkelijker vangen. Ja, en wat toch altijd wel de goede stekker zijn, onderbrekingen in het water. We hebben hier een splitsing, we hebben hier een brug. De rechte stukken sta ik meestal over. Tenzij ik heel veel witvis zie, fluten, aalscholvers, dan wil ik het wel pakken. Dan vaak de plekjes achter een brug, achter een splitsing, waar net even wat minder wind staat. Dan gaat die witvis vaak daar liggen in de winter. Ja, en die snoek ligt er vlakbij. Dus dat is wel, zijn er wel de plekken. Oké, ja, dobber die klopt onder. Jij zag het, Bo, ik niet. En ik ga hem even zoeken. Hij loopt heel hard, dus dat is denk ik een kleinere vis. Ik ga hem heel even gaan nog. Meestal als ze heel hard wegzwemmen is het een iets kleinere snoek. Nu staat hij stil. Dus nu gaan we de haak zetten. Hoppa. Ah. Nou, toch nog een goeie. Een mooie vis. Hoppa. Hoppakee. Ja, dat is deze tijd van het jaar zijn ze ietsje minder sterk door het koude water. Maar kijk eens, een mooie vis. Mooie vis hoor, netjes. Prachtig, prachtig. Nou, we zijn een andere stek gegaan. Nou, andere stek 100 meter verder. En want er gebeurde daar niks meer. De hengels gaan erin. Binnen 5 minuten plopt hij onder. Ik zag hem niet, boos zag gelukkig gebeuren. Dus mooi visje. En ja, prachtig gekleurd. Echt pollervis, wat minder dik, maar ja, heel blij mee. Zo, hoppa. Hoppa. Nou, zoals jullie hebben gezien, tweede visje is binnen. Serge heeft ook de eerste vis gevangen. Weer een mooie snoek, rond de 70, 75 centimeter, denk ik zo. Doodazenvisserij. Ik ben zelf altijd van het actief vissen. Lekker met de boot, verticale, werp op snoek, et cetera. Deze visserij heb ik zelf eerder gezegd nog nooit gedaan. Doodazen deed ik wel eens. Ik woon zo praktisch aan de gracht, maar dan was het echt statisch. Even een paar uur zitten en wachten tot de dobber onder gaat. Maar deze visserij, ja, dat overtreft het echt wel. Je bent lekker bezig. Je bent hier een half uurtje, drie kwartier, sta je op de stek. En je gaat weer door naar de volgende stek. Dus je bent aan het doodazen, maar toch lekker actief. Zo, Serge, die Warrior Boat. Predator van Fox. Ja. Zo'n hengel, hè? Waar moet hij nou precies aan voldoen? Nou ja, ik vind dat fijn, vooral in de polder, als je een hengel hebt die wat korter is. Ja. Deze is 3 meter. Kijk, je hebt natuurlijk een hengel nodig die gewoon een goede backbone heeft om de haak te zetten. Ja. Ja, en wat gevoeligere top vind ik ook wel lekker. Als je een strakke hengel hebt, dan gooi je heel snel die aasvis eraf. Je moet een beetje demping in de top hebben. En toch een beetje backbone in ja, goede blank in het midden van de hengel. Dus jij vist met 2 boothengels, 3 meter. Ja. Ik heb zelf een... ja, een Warrior Deadbait hengel meegenomen, 360. Ja, iets aan de lange kant voor de polder vind ik zelf. Maar goed, jij moest ook even hengels hebben, dus ik moest even wat van huis Precies. meenemen. Maar dit is toch een lekkere hengel. Ik vis er eigenlijk voor het eerst mee. Ik heb hem vorige week binnengekregen. En ik had net die snoek erop.
En hij heeft ook een goede actie in de top. Hij is niet al te stug. Hij is 2,75 is die. En eigenlijk best een lekkere hengel. En wat betaal je nou ongeveer voor zo'n hengel? Deze hengels zijn vrij betaalbaar, die Warrior serie. Deze is rond de €70 uit mijn hoofd. En ik denk dat deze niet veel elkaar ontlopen. Ook 7, 8 tientjes. Dus eigenlijk als je wil gaan dotagen, kun je eigenlijk voor relatief weinig geld, heb je een goede hengel en kun je aan de slag. Ja, absoluut. En ik heb hieronder nog een Fox Eos molen, 5000 serie, met vrijloop erop. Ja, dat zijn ook een bonus van rond de 6 tientjes. Dus echt wel betaalbaar. Ja, ja. Top. Ja. Ik ga eens even out of the box denken en ik ga hem C4 proberen te gooien. Ja, ik denk dat het heel ondiep is, maar je kan het proberen. Je weet het nooit. Er staat wel een verbinding overal mee, dus op zich. Ga erom. Je weet het nooit. Ja, het is wel echt ondiep. Zie je de bodem? Oh, koffie. Nee, er staat nog geen 30 centimeter, joh. Nee. Nou, ik zoek nu even iets meer de luwte op. Het valt op dat we de vissen die we op dit moment gevangen hebben echt in de luwte liggen. Dus inmiddels waarschijnlijk windkracht 6. Behoorlijke wind. Aardig wat stuwing over het water. En kennelijk trekt die snoep toch nog wat richting de luwte. Hier is een mooi kommetje uit de wind. Even kijken of we hier een mooie snoep kunnen vangen. Hey Serge, je ziet wel eens met dood aasvissen dat ze van die vloeistoffen gebruiken met geurextracten erin. Ja. Met zo'n spuit. Hoe sta jij er tegenover? Wat vind jij daarvan? Ik heb het eigenlijk nooit geprobeerd. Ik moet het wel een keer gaan doen. Maar dat vind ik iets meer voor statusvisserij. Als je echt gaat wachten op een vis en je wil een beetje geurstoffen vrijmaken. Maar hier in de polder gebruik ik het eigenlijk niet. En geloof je daar echt in? Nou, een maatje van mij die doet het vaak wel. En als een paar dagen heeft hij vaak wel beet. Dus je moet het om maar een keer gaan proberen inderdaad. Ja. En waarom kies je er dan vandaag niet voor? Je geeft aan van dat is echt meer voor het statische. Ik vind vis injecteren met spul vind ik meer voor troebel water. Als je hem niet kunnen vinden of het is hier heel helder. Dus als hier een snoek ligt, die vis die drift voorbij, die pakken ze wel. Ja. En je geeft aan 20, 30 minuten en dan wil je weer verkassen. Maar zit daar een gedachtegang achter? Nou ja, wat ik zeg, het is ondiep water. Het is helder water. Dus als jij hier driftjes maakt, vis altijd boven de bodem in de polder. Als je driftjes maakt, die snoeken, die zien die vis. Als ze hem niet willen hebben, dan pakken ze hem niet. 20, 30 minuutjes probeer je een beetje een stek uit te kammen. Net zoals je met kunstaas doet, je probeert hem overal weer in te gooien, dat het driften. En als je denkt, nou, mijn dobber heeft overal gedreven, dan kan je weer verkassen. Nee, ja. Duidelijk. Kijk, als je echt snoek ziet, dan kan je wel blijven zitten. Ja, maar precies. Nu zien we niks, we zien niks jagen. Dus dan is het gewoon weer snel verkassen en zoeken. En we vangen overal één snoek. Ja, dat is mooi. Dus ze liggen verspreid. Dus ja, dan is het juist loont het om te verkassen. Zeker. Ja. Nou, top. Ik heb beet. Ik heb mijn hengel even op de boom gelegd. Ik denk dan waait hij niet weg. Maar mijn lijn zit eromheen. Ik ga hem hier even scheppen, vriend. Ja. Een mooi dingetje. Ja, mooie vis. Hoppa. Hij drift zo mooi naar het bruggetje toe, vlak voor het bruggetje. Plop. Dus, nou lekker. En ik pakte mijn hengels aan mijn draad in de boom. Dus dat heeft Joost even de vakkundig eruit gehaald. Kon gelijk staan. Mooie vis. Het is voor de lef en die lange armen. Ja, zeker. Ja, ik gooi eigenlijk weer een nieuw plekje aan. Er staat een mooi stroming hier in het hoekje, een beetje uit de wind. Ik denk, nou, hier kan er wel eens een liggen. En hij stroomde mooi naar het bruggetje toe en toen plop. Ja, ik weet het niet over te vertellen, een mooie vis. Echt weer, ook weer heel mooi getekend hoor, echt fantastisch. Ja, ondanks dat hier heel veel gevist wordt, zijn die vissen punt gaaf over het algemeen. Ja, maar ook geen beschadiging van aalscholvers of zo. Nee. Nou, dat is voor, het is hier heel ondiep, dus je ziet hier minder aalscholvers. Ja. Nou, we zijn aanbeland op het einde van de visdag. Het was een taaie dag, hè Serge? Ja, 3 is wat karig. Ik vond het wel tegenvallen, maar ja, weet je. Blijf vissen, hè? Juist. En dan blijft het leuke er misschien ook wel weer van. We hebben 3 leuke vissen gevangen. Ondanks dat het taai was, was super gezellig. Ik wil je heel veel succes wensen bij Fox. Dankjewel. En iedereen tot volgende week. En vergeet niet te liken, te abonneren en te subscriben. Tot ziens.